Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Het is bijna Pasen. En wat doe je met Pasen? Nee, geen paaseieren zoeken. Ik begin er niet aan. Nee, geen paaseieren. Tuurlijk, Pasen. Paaseieren, lekker eten. Visite misschien. Met je kinderen. Bij Pasen hoort ook paasversiering. En dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga vandaag een multi-layered, oftewel uit meer lagen bestaande, paasversiering maken. Die wil ik ook gaan schilderen. Dat moeten we gaan zien of dat allemaal lekker gaat lukken, ja of nee. Maar ik wil je in het proces gaan laten zien van deze paasversiering. En voordat ik begin met die video, wil ik u vooraf alvast hele fijne paasdagen toewensen. Heel veel gezondheid. En heel veel plezier wensen met de video. Het hele proces van het maken van zo'n paasversiering begint natuurlijk bij het ontwerp. Nou ben ik zelf niet zo heel erg goed in het ontwerpen van dat soort zaken. Ik ben wel creatief, maar niet op die manier creatief. En dus doe ik de meeste van mijn zaken die ik ga maken, die doe ik downloaden. De website die ik daarvoor gebruik is de website www.amede.com. Je ziet hem boven in beeld staan. Ik zal hem ook in de videobeschrijving vermelden. Het leuke van Amede.com is dus dat als je dat opent, en dan vooral de CNC lasersectie, dan zijn de bestanden die zijn in volgorde van het jaargetijde geplaatst. Dat wil zeggen dat op dit moment bovenaan staat de zaken aangaande Pasen. En als u naar beneden scrolt, dan komt u langzaam in de buurt van Valentijnsdag, enzovoort, 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 enzovoort. Natuurlijk kunt u de zoekoptie gaan gebruiken in Amede, die is zeer zeker aanwezig. Ik ben simpelweg wat naar beneden gescrolld en ben terechtgekomen hier bij deze hier. Layered Easter Bunny Egg. En dat bestand, dat ga ik maken. Wat ga ik doen? Ik ga het natuurlijk downloaden. En waar je even op moet letten bij Amede.com is A, dat er straks, maar dat gaan we zo meteen zien, dat zij vaak reclame in het bestand hebben zitten, wat je zult moeten verwijderen, want anders dan wordt dat meegelezen en dat is niet de bedoeling. En het tweede is dat we oftewel een SVG of zomaar in elk geval een DXF-file. Die CDR, daar kan ik niet zo heel veel mee, DXF wel. Dus wat je altijd op zoek bent, is tot zeg maar, oftewel een DXF of een SVG of wat dan ook. Nou, wat je gaat doen, je gaat erop klikken. Dan kom je natuurlijk op de pagina van dat paasei terecht. Als die zin heeft, ja, dan komt die. Massa's reclame, want het is een gratis website. Maar dat wordt natuurlijk vergoed door de gratis reclame. Als je naar beneden gaat scrollen, je ziet overal download staan, maar uiteindelijk gaat het erom dat je op een gegeven moment beneden ziet van ik ben geen robot. En als je dat aanklikt, dan verschijnt er na heel even vanzelf de optie download. En nou, dan gaat er zo'n balkje lopen waarbij de download voor jou klaargemaakt wordt. En dan kun je het bestand gaan downloaden. Wat je gaat downloaden is een zip-bestand, een ingepakt bestand. Als ik dus hier op download klik. En dat ingepakte bestand, dat kun je dus ergens gaan opslaan op jouw computer. En bij mij is dat opgeslagen in een map die ik op mijn bureaublad heb geplaatst. Dat is de map die heet even Paasei. En dan zie je daar een bestand, dat is 7z, dat is 7zip. Dat kun je openen met bijvoorbeeld WinRAR. En ik denk zelfs gewoon met elk ander unzip-programma. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat denk ik wel. Als je daar dus op dubbelklikt, dan krijg je in dit geval WinRAR. Dit is de gratis versie van WinRAR. Ik gebruik op dat soort dingen absoluut geen betaalde versies. En dan zien we hier een aantal bestanden. En dat zijn internetkoppelingen en een CDR-bestand. Maar mij gaat het dus om het DXF-bestand. En ik sleep het er gewoon uit. Ik sleep het uit naar die map toe. Voilà, daarmee heb ik mijn DXF-bestand. En hiermee kan ik vervolgens naar Lightburn toe. Zo, dan hebben we nu Lightburn geopend. En daarin gaan we zometeen dat DXF-bestand importeren. Maar wat ik eerst ga doen, ik ga eerst de omtrek van de platen hout die ik ga gebruiken hier maken. Nou, ik gebruik A4 platen hout.
Dit zijn de laatste twee die ik heb van 3 mm. Daarna gaan we over naar de 4 mm houtplaten. Simpelweg iets steviger. Ik maak dus een rechthoek. Ik zet dat op een toolpad, want ik wil niet dat dat gelezen wordt. Ik wil alleen dat het als kader gebruikt wordt. Dan ga ik boven in beeld hier naar breedte en hoogte. Ik doe het slotje even losmaken. De breedte van zo'n plaat is ruwweg 30 cm, dus 300 mm. De hoogte is ruwweg 20, dus 200 mm. Je kan hem ook rechtop zetten natuurlijk. Maar voor dit object is het beter om hem te laten liggen. En ik doe vervolgens hem zetten op positie 200-200. Dat is dan precies het center van mijn bed. En dat maakt het straks makkelijk als ik het wil uitrichten. Zo. Voilà. Hier moet ik dus straks mijn object in maken. Wat ik even ga doen, ik ga nog een versie van Lightburn openen. Waarom doet hij dat dan weer, zul je zeggen? Nou, dat zal ik je laten zien. Even een nieuwe versie van Lightburn erbij. Want het bestand is te groot om in één plaat te passen. Of je moet hele kleine eitjes willen maken. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil ook niet te groot. In die nieuwe versie van Lightburn ga ik importeren. Dat is de vierde icoontje van links hierbovenin. Dus deze hier. Dan ga ik dat DXF-bestand tevoorschijn halen. Dus ik ga naar het paasei-mapje. En ik pak dat DXF-bestand. En kijk aan, daar is die. We gaan even uitzoomen en dan zullen we zien dat die uit maar liefst 6 verschillende eieren, CQ paashazen bestaat. Is dat simpel. We zien hieronder, ik weet niet of je dat zien kunt, maar hier zit ook een stukje tekst. Dus het eerste wat wij gaan doen, wij gaan dit hele figuur ungroepen, zodat die zeg maar los is. Want als ik nu alleen de tekst probeer te selecteren, dan pakt die ook alleen de tekst. Dat kun je zien aan die blokjes eromheen. En die kan ik vervolgens deleten door op de delete-knop te drukken. Zo, voilà, dat is mooi. Vervolgens ga ik hem in tweeën delen. Hoe zul je dat weten? Hè? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat ik er natuurlijk al even mee bezig ben geweest. Maar ik zal het je laten zien. Als ik alles weer even groepeer. Laat me dat eerst even doen. Ik groepeer de hele zaak. En ik kijk naar de maat hier linksboven. Dan zie ik dat hij een breedte heeft van 993 en een klein beetje. En een hoogte van 264 en een klein beetje. Ik vind dat simpelweg te groot. Ik vind de hoogte van een tegel voor zo'n versiering meer dan genoeg. En een tegel is doorgaans 150. Ik gebruik nu wel het slotje, want het moet in verhouding blijven. Dus wat ik doe, ik ga de hoogte veranderen in 150. Voilà, nu kunnen we ook wat meer inzoomen. Hoppakee. Nu ga ik hem weer ungroepen. Waarom? Ik wil namelijk maar 3 objecten tegelijk hebben. Want in één plaats, zul je zo meteen zien, passen er 3. Dus wat ga ik doen? Ik selecteer het geheel weer. Ik ungroep het weer. Dan ga ik, en dat doe ik vanaf rechts, want als ik vanaf rechts probeer te selecteren, dan hoef ik maar een klein stukje van het object te pakken. Wat ik bedoel is dit, als ik vanaf links wil, en ik zou bijvoorbeeld, misschien niet even deze, misschien even vanaf deze kant doen, en ik zou alleen dit stukje selecteren, dan zien we dat hij alleen maar hele kleine stukjes pakt, en dat zijn dan die stukjes die helemaal in die selectie zitten. Als ik het nou vanaf de andere kant doe, hoef ik alleen maar een stukje van het object te pakken. Je ziet, ik heb het niet helemaal geselecteerd en toch pakt hij dat hele gedeelte. Zie je dat? Dat is waarom ik vanaf rechts selecteer en niet vanaf links selecteer. Oké, dit stuk doe ik nu Ctrl-C, oftewel copy. Nu ga ik naar mijn andere versie van Lightburn, waar ik dus dat rechthoekje gemaakt heb die mijn hout vertegenwoordigt. En daar doe ik Ctrl-V en zie hier, ik heb nu mijn eerste 3 lagen in 1 houten plaat zitten. Dit zijn snijlagen, ik laat het zo staan, snijlagen. Die snijlagen moet je voorzien van snijsettings en dat is natuurlijk voor elke laser verschillend. Ik heb dat bij deze al gedaan. Het is 300 mm per minuut. Maximaal vermogen van 85% in lijnstand en 2 keer eroverheen. En waarom? Dat is simpelweg om te voorkomen dat er nog iets vast zit aan het eind. Daarom 2 keer eroverheen. Dit zijn mijn snijinstellingen. En dit kan ik vervolgens gaan opslaan met bestand. Opslaan als. En dan
net waar ik het al wil. Je ziet dat het al gebeurd is. Pa zei 1 en pa zei 2. Want je voelt al aankomen. Bij optie nummer 2 doe ik deze 3 stukken pa zei weggooien. Ik ga weer naar de andere lightburn. Nu pak ik niet de linker, maar nu pak ik de rechter 3. Ja. En hetzelfde trucje. Zo kun je heel gemakkelijk een trucje leren. En ik plak dat wederom in mijn figuur. Krijg dezelfde settings mee. Wordt opgeslagen onder een andere naam. Want het zijn natuurlijk 3 andere snijopdrachten. En dan heb ik vervolgens 2 LBRN bestanden. Light burn bestanden. Die zeg maar gelaserd kunnen worden. Met op elke plaat 3 van de stukken van het pa-zij. Tijd om naar de laser te gaan. Om daar te gaan beginnen. Zo, dan krijgen we het vaste procedé bij de laser natuurlijk. We gaan het eerste computer opstarten, de stroom erop zetten. Dat is inmiddels gebeurd. Dan ga ik de sleutel in het contact doen van mijn laser. De Ortho Laser Master 3 heeft namelijk ook een slot. Ik ga de laser aanzetten. Honeycomb bed plaatsen, zoals je ziet. Daarop moet de plaat gaan komen. En dan gaan we eerst maar eens beginnen met focussen. Dat is ook niet onbelangrijk. Daarvoor ga ik eerst even de laserkop flink omhoog halen. Ik moet een beetje figureren, want anders lukt dat niet met de camera. Dan beweeg ik de laserkop naar de gewenste positie. Ik doe het afstandmetertje van de lasergebruiker. Dat is een uitschuifbaar dingetje bij deze laser. Zodat hij op een pootje staat. Dan ga ik hem goed vastdraaien. Want anders zakt hij alsnog naar beneden. Deze heeft aardig wat nodig. Zo, hoppakee. Ik ga hem terugplaatsen naar de start. Hop. En ik ga de Air Assist aanzetten. En dan ga ik het laserobject opstarten in Lightburn. Natuurlijk nog één ding wat overblijft. En dat is dat je natuurlijk moet kaderen. En dat had ik nog niet gedaan. Ik heb nu Lightburn opgestart. Mijn Air Assist loopt al. En nu ga ik eerst het kader eroverheen laten lopen. Kijken of ik op de plaat blijf als ik dit ga laseren. Nou, dit is het voordeel van een werkbed te hebben waar je door blokjes de maatvoering opgezet hebt en hem op het midden uit te hebben gelijnd. Want daardoor is het heel simpel nu om hem op de goede plek te leggen. Daar heb ik verder niks voor hoeven doen. Ik ga de kap dichtmaken en ik ga beginnen met het laser. Dus dat ga ik je verder niet laten zien, want door de kap is dat heel moeilijk te zien. Zometeen als het klaar is, kom ik weer even bij je terug. De eerste plaat is klaar. En voordat ik hem nu afhaal, even een kleine waarschuwing. Hij bestaat uit 6 lagen. Dat betekent dat je straks moet weten wat de bovenste laag is en wat de onderste laag is. Ik weet dat de linker, dus deze hier, dat is de bovenste. Dat is de tweede en dat is de derde. Op die manier ga ik ze dus ook wegleggen, want anders weet ik straks de volgorde niet meer. Dus het is best belangrijk dat je daar eventjes op let. De volgende stap in het geheel is het schilderen van onze paasversiering. En daarbij moet je natuurlijk focussen op alleen dat gedeelte wat straks zichtbaar gaat zijn. Dat wat niet zichtbaar is, is verder niet zo belangrijk, want dat wordt zometeen met houtlijm aan elkaar gelijmd. Nou, je ziet hier één van de lagen die ik aan het schilderen ben. Ik ga ze niet allemaal laten zien, ik zou veel te lang zijn en te saai zijn. Ik ben sowieso al saai in de video. Het schilderen. Ik gebruik hiervoor op dit moment acrylverf. Simpelweg omdat we die hadden liggen. Ik neem aan dat je hier ongetwijfeld ook andere verfsoorten voor kunt gebruiken. Maar in mijn geval dus acrylverf. Ik ga zo meteen bij je terugkomen als ik klaar ben met al deze lagen te schilderen en we klaar zijn om het te verlijmen. Alle delen zijn geschilderd. Nu is het een kwestie van drogen. En dan in de juiste volgorde met houtlijm aan elkaar gaan lijmen. Ik ga je zo meteen laten zien hoe dat er dan uiteindelijk uit komt te zien.
Zo ziet onze paasversiering er dan uit. Het zijn 6 lagen, op elkaar gelijmd, met 3 mm, iets meer dan 3 mm hout. Dus bij elkaar ongeveer 2 cm dik. De kleuren die je het schildert, dat bepaal jij. Eventueel kan je het zelfs kleurloos doen als je verschillende soorten hout gebruikt. Ik zal hem nog iets moeten bijschilderen hierboven bij het oortje. Maar op zich kunnen we niet ontevreden zijn. Het ziet er fraai uit en is mooi geworden. En biedt mij de kans om u hele fijne paasdagen te wensen. Dag, tot de volgende keer.